Lekker stof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. Ik ben hier weer in het prachtige Phasmophobia. En deze week is de Winter Challenge van start gegaan. Het is een soort kerstwinter update. Ik weet het niet helemaal. Je hebt nu wel namelijk mooie kerstverlichting en sneeuwpop en dat soort dingen. Maar het is nu gezellig in de game. En er is natuurlijk ook weer een challenge die je kan completen voor of een trophy of een player card. Of misschien wel beide. Je ziet hier dus allemaal mappen staan met een sneeuwpoppetje erbij. En vandaag gaan wij naar Tanglewood. Dat is namelijk gewoon de eerste. Lekker makkelijk ook even om het uit te leggen. Eerst moet je in Sunny Meadows alle stukjes verzamelen van een gun. Dat zijn 3 stukjes. Die heb ik verzameld. Dus wij kunnen vandaag gelijk aan de slag gaan. En wat we dus nu moeten doen is we moeten de sneeuwpoppen in deze map gaan schieten. Zoiets. Meer weet ik niet. Ik heb het nog niet gedaan. Dus dit is ook mijn eerste reactie. Maar ik ben wel benieuwd hoe dat gaat zijn. Als het goed is moet hier ergens een gun zijn. Oh ja, kijk. Hier. Oh, het zijn er zelfs 4. Dat is mooi. Laten we gewoon naar binnen gaan met een fotocamera. En laten we ook gelijk zo'n gun meenemen. Kijk joh, hoe dit eruit ziet. Wacht, wat kan ik ermee doen? Ik kan niet schieten. Of is dat omdat ik nog in de bus sta? Oh, wacht. Je schiet sneeuwballen. Oh, zo schiet je. Je schiet best wel snel. Kijk hoe met wat voor vaart die sneeuwballen gaan. Oh, wacht. Volgens mij is dit zo'n dansende sneeuwpop. Deze moet je dus gaan schieten. En dit is eigenlijk heel erg zielig, want kijk hoe schattig die is. Dit wil je dan niet schieten. Oh, ik... Dat heeft niemand gezien. Je zag dat niet, oké? Huh? Maar ik mik er toch op? Wacht even. Hé, eindelijk. Dat duurde echt veel te lang om een of andere reden. Staat er ook nog eentje stiekem in de bus of zo? Nee, oké, dat niet volgens mij. Ik weet niet hoeveel er in elke map zit. Maar dit is natuurlijk Tanglewood, dus dat is niet zo'n hele grote map. Maar laten we gewoon even alles checken voor de zekerheid. Kijk, hier staat er ook een. Die hebben we nu. Je moet dus niet te dichtbij staan als je mikt, want dan schiet je gewoon mis. Dan klopt je hele cursor niet. Ik wil eerst... Oh, kijk, de boon. Dat is wat ik het eerste ga doen, want dat is echt iets wat daarna niet meer gaat lukken namelijk. Laten we even kijken of we de breaker aan kunnen zetten. Oké, die zit niet hier. En dan kunnen we misschien eerst een rondje lopen om te kijken of we alle sneeuwpoppen eventjes kunnen neerknallen. Nooit verwacht dat ik dit in Phasmophobia zou zeggen. Past ook niet helemaal in het genre. Kijk, hier staat er ook eentje. Oh, die zwaait. Oh, het is zo... Was dat wel goed? Waarom kreeg hij een rood dingetje? Ik hoop dat dat wel goed was. En volgens mij staat hier ook een sneeuwpopje. Yo, gast. Oh, ze maken echt zo'n heel schattig geluidje. Wow, het zijn er best wel veel. Oh, die doet weer zielig. Die doet ook zielig. Ik hoop niet dat dat iets is dat je alleen maar bepaald aantal of bepaald soort sneeuwpoppetjes moet schieten. En dat ik nu zeg maar de onschuldige sneeuwpoppetjes zit af te knallen. Oh, oké, goed zo. Daar ga je. Kijk, de ghost die interesseert mij gewoon nu niet heel erg. Ik wil die sneeuwpoppetjes vinden. Kijk, daar zit er ook gewoon... Dit wordt echt best wel nog zoeken, jongens. Gelukkig bewegen ze. Dat scheelt heel erg, want daardoor valt het iets meer op. Maar ze zitten overal, letterlijk. Misschien had ik moeten lezen of er ook verkeerde tussen zitten. Maar nee, het zal vast niet. Oh, kijk, hier zit er ook een. Dat geluidje wat ze maken. Ik zie al helemaal voor dat iemand dat moet inspreken, zeg maar. Hier ook een. Oh, ik had eigenlijk moeten tellen hoeveel ik er al heb geschoten. Ik hoop ook niet dat er hier zomaar eentje in gaat zitten. Ik heb geen zin om dit allemaal nu te checken, dus dat doen we straks wel. Yo, sneeuwpoppetjes. Kijk, daar zit er één. Daar zit er ook één. Daar ook. Wow, arme ghost. Die denkt, wat gebeurt er nou? Waarom wil niemand hier? Hoppatee. Nog één. En daar. Oh, dit is best wel goed. Zoals je van een afstandje schiet, gaat het wel prima. Zijn hier ook toevallig? Ja, daar zit er één. Ze zitten wel best wel verstopt op een gegeven moment. Hier kunnen ze natuurlijk ook. Ja, hier zit er ook één. Daar ook één op de douche. Ik hoorde trouwens de ghost volgens mij net met dingen gooien. Dus we moeten het wel een beetje in de gaten hebben. Misschien zit hij in die babykamer. Zit hier geen sneeuwpop? Nou, oh, dat is zielig. Daar zit er ook één. Zie je, die heb ik net niet eens gezien. Die heb ik de music. Ik heb gelukkig niet de musicbox. Oké, oh, mis. Daar ook één. Daar ook één. Hallo, kom eens. Goed zo, die was raak. Ik denk dat deze schoen net gegooid was. Dat was wat ik hoorde. Dus grote kans dat de ghost hier zit. Ah, nu hoor ik weer een deur ergens anders. Ik hoop wel dat je iets van een geluidje hoort of zo. Wanneer je alle sneeuwpoppetjes hebt geraakt. Want ja, ik weet echt niet hoe ik er anders achter moet komen. Gewoon goed luisteren of ik zo meteen iets hoor. Maar ik vrees dat ik niks heb gehoord. En dat dit alles was. Laten we dan in ieder geval nu eventjes... oh, wacht. Ja, hij zit hier weer aan een deur. Maar ik weet echt niet welke dat is. Ik moet eigenlijk even de cursed item vinden. Het is niet tarot cards, niet de cursed mirror, niet de music box. Summoning circle was het volgens mij ook niet. Ook niet de monkey ball. Is het de voodoo doll? Heb ik die niet gezien? Het is niet de voodoo doll. Oh, Ouija board kan dan ook nog. Dat zou best wel goed kunnen. Ja, het is Ouija board. Hoe heb ik dit niet gezien daarnet? Ik noem het gewoon selectief kijken, mensen. Als ik bezig ben met sneeuwpoppetjes, let ik niet op het Ouija board. En dan zie ik het dus ook gewoon niet. Mijn ogen nemen alleen waar wat ik wil waarnemen. En de rest heeft gewoon dikke vette pech. Goed, dan hebben we in ieder geval die foto's. Laten we nu eventjes dingetjes pakken zoals de IMF... En dingen waarmee we de ghost kunnen vinden. Ik hoop eigenlijk dat er in de bus zo'n teller zit. Dat je weet hoeveel je hebt. Oh, nog
4. Er zijn 36 sneeuwpoppetjes in deze kleine map. En er zijn er nog 4. 4 heb ik er niet gezien. Gatsiedarring. Oh, dat vind ik eigenlijk niet zo heel nice. Want dat betekent dat ik... Kijk, als ik er nou nog eentje moest of zo... Ja, dan zou het ook net zo lastig zoeken zijn. Dus het maakt niet heel veel uit trouwens. Oh, het jammer is dat ik nu niet weet of dit een IMF 5 was of niet. Dat zou best wel chill geweest zijn als ik dat al had. Maar laten we dan... Heb ik dat licht aan laten staan? Ik weet het niet zo goed. Oké, okay, give us a sign. Kom dan, hè, Ghost. Ik heb natuurlijk ook de temperatuur. Nee, die gaat hier wel omhoog. Laten we even kijken of het... Van mij knipperde daar het licht. Of het inderdaad in deze kamer is. Hier gaat het ook omhoog. Hé, hey, daar zit een sneeuwpoppetje. Hoe heb ik jou niet gezien, makker? Je staat daar gewoon te dansen. Ja, dat is logisch. Dat doen ze allemaal trouwens, dansen. Ik had verwacht dat het zeg maar grotere sneeuwpoppen waren. Maar ik ben blij dat het dan beweegt tenminste. Ook al zijn ze een beetje klein. Hier wordt het wel echt... Ik hoor die ghosten zeg maar heel veel... Oh, voor mij zit hij hier gewoon in de gang. Ja, yep, hij zit hier in de gang. Oeh, dat is niet heel nice. Maar oké, het kan ermee door. Welke deur zat hij dan? Ja, voor mij wel deze deur. Geen fingerprints dan. Oké. Dus ja, het kan nog natuurlijk, maar... dit keer geen fingerprints, dat bedoel ik meer. Oké, dan leg ik dit wel... Daar is ook gewoon een sneeuwpoppetje. Hé, hey, kom eens hier. Nou, dat betekent dat ik er nu nog maar 2 hoef. Dat is eigenlijk dan opeens niet zo heel veel meer. En degene die ik dus niet gezien heb, staat ook best wel in het zicht. Maar het hangt natuurlijk heel erg van welke kant je aankomt lopen. Of je ze ziet, ja of nee. Want als ze net onder zo'n hoekje zitten en jij komt aanlopen, dan is het natuurlijk best wel tricky. Ik hoop gewoon dat er niet buiten nog eentje zit te chillen. En die zit er dus wel. Yo, ik ga jou nu afknallen. Wat doe je daar op het dak? Go, pak dit ding. Hé. Hey. Sneeuwpop, ik geef jou een naam. Dat maakt het moeilijker. Nee, dat maakt het trouwens helemaal niet moeilijker. Ik knal je met hetzelfde gemak af. Naam of geen naam, I don't care. Zou er ook eentje onder de bus zitten dan of zo? Voor mij zie ik het zo snel niet. Dat zou wel echt een goede plek geweest zijn als hij hier zo onder de bus zat. Of net het achter zo'n wiel, weet je wel. Maar nu was het dan best wel makkelijk, 36. Maar als het in elke map 36 is, in een wat grotere ja, mappen, is het natuurlijk dan moeilijker toch om ze te vinden. Dan zitten ze niet zo dicht op elkaar, weet je. Nu had ik echt gewoon 5 in één kamer. Ja, dat is best wel makkelijk vinden. Want dan moet ik nog 1, toch? Ik had er net 2 binnen en nu die ene buiten. Ja, voor mij hoef ik er dan nog maar 1. Oké, dan wordt het nog wel een beetje tricky. Hebben wij hier ghost orbs? Ja, ik kan het niet echt heel lekker checken met dit licht. Wacht, dat kan ik uitzetten. Ik zie niet zo snel ghost orbs. Ah, hij zit hier nu ook weer aan een deur. Even koekeloeren. Waar is mijn IMF? Oh, hier is mijn IMF. Oké, IMF 5. Het was dus inderdaad de IMF 5. Dankjewel, ghost, voor het gewoon gelijk aangeven. Hebben wij fingerprints hierop? Nee, oké. Kan ik nog... Ja, die interaction foto wordt een beetje laat. Ik laat het nu wel gewoon zitten. Doe wel weer voor alle deuren dicht, zodat we gewoon makkelijk kunnen zien welke deur die aan heeft gezeten. Hebben we freezing? We hebben ook freezing. Dus het is een Jin, Shade, Oni of de Twins. Kan het nog de Mimic zijn? Nee, want we hebben IMF 5. Oké, beter. Maar wat kan het dan wel zijn? Want we hebben 4 Ghost, 5 Evidence. Orbs kan het niet zijn en dat had ik ook niet. Oké, redelijk logisch dan. Ja, laten we dan nu toch eventjes... Oh, zit hij nou aan een kraan? Oh, dat is wel minder. Hier, Ghost. Wat is dit voor foto? Interaction. Dan ook de Dirty Water foto. Ja, let's go. Wat hoor ik voor geluid? Zit hij te schrijven? Ja, hij zit in de ghostwriting te schrijven. Ik dacht al. Ik hoorde alsof iemand door een boek zat te bladeren. Nou, dat zat hij dan ook een soort van. Maar nu schreef hij er even in. Dan is het een Shade. Oké, dat is best wel prima voor deze challenge eigenlijk. Beter dan een Demon of zo. Of een Revenant. Niet even met de licht te knipperen. Dan pak ik namelijk de gun erbij. Als ik die kan vinden. Waar heb ik nu... Oh, daar is de gun. Oké, goed. En dan ga ik gewoon nog even een rondje lopen door het huis, want ik moet er dus nog eentje. Ja, dat is niet al te best. Ik denk dat we gewoon meer echt ook boven en beneden moeten kijken, want eerst had ik niet door dat ze best wel ja, ver van elkaar af zijn, maar ook boven en beneden helemaal in de kamer, weet, in een heel klein hoekje konden staan. Of gaan we al deze kastjes... Ik ga al deze kastjes ook checken. Wat die anderen niet allemaal in kastjes stonden, vertrouw ik deze game toch niet helemaal. Op de een of andere manier heb ik toch het gevoel dat ze zo'n ja, poppetje best wel in een kast kunnen zetten. Oké, maar ik denk het nu toch echt niet. Nee, oké. Laten we nog even een keertje kijken in de kelder of hier ergens een poppetje is die ik toevallig vergeten ben of zo. Hallo, staan hier poppetjes? Nou, het lijkt erop van niet. Zou ik het niet gewoon aan het Ouija-bord kunnen vragen? Waar is het laatste sneeuwpoppetje? Dat zou wel erg makkelijk zijn. Ik denk niet dat het kan, dat het nu in de game zit, maar dat het kan met Ouija-bord. Oké, hier in dit kamertje zit er ook echt geen één meer. En hier in de garage, even kijken, ik zit toch te twijfelen over die kamer. Hier in de garage zie ik er ook geen één meer. Straks ben ik gewoon nog een uur bezig met het sneeuw poppetje zoeken. Dat zou wat zijn. Dit is wel een beetje een goede representatie, want dit zou zeg maar sneeuwpoppetje zijn wat je in Nederland zou maken, omdat, nou ja, waar ik woon sneeuw altijd zo slecht is, dat je echt niet zo'n reuze sneeuwpop erbij kan maken. Oké, hier ook helemaal niet. Laten we nog eventjes in het kamertje hiernaast kijken, want daar stond dus helemaal geen sneeuwpop. En die is er ook
echt niet, volgens mij. Emerging from a watery grave, a quiet spot towards... Wat is dit? Als iemand weet wat het is, laat het weten. Heeft dit met die nieuwe map te maken die eraan komt? Hoe heet die nou ook alweer? Iets van... mensen zaten te vertellen over dat er een nieuwe map komt met zo'n lighthouse. Voor mij was dat het. Heeft dat met dit te maken? Ik weet het niet. Maar hier is in ieder geval geen sneeuwpop. Oh, die EMF gaat weer helemaal af. Voor mij zit de ghost weer te schrijven. Alleen dan nu in het andere boekje. Ja, oké, laten we dan maar even een foto maken. Ik ben nu wel heel erg een beetje in de war over waar die sneeuwpop dan kan zitten. Zit hier nog een sneeuwpop? Die zit er dus echt niet. En hier in de badkamer nog een sneeuwpoppetje? Nee, ook niet. Hè? Nu snap ik er echt helemaal niks meer van. Zit er toch buiten nog één of zo? Oh, oh, het doet de breaker uit, serieus? Wat hoor ik? Oh, dat is weer zo'n radio. Die radio's die zijn zo eng geworden met die creepy muziek en dingen die ze afspelen. Vroeger was dat gewoon zo'n stoorgeluid. Dat was eigenlijk veel minder eng dan gewoon al die creepy, ja, kermisachtige geluiden die er nu uitkomen. Maar wel een grappig dingetje is dat ik het hele huis alweer ben rondgelopen en ik heb geen sneeuwpop gevonden. Dus Phasmophobia, kom maar op met die sneeuwpop, want ik ben er eigenlijk wel een beetje klaar mee. Dus met de sneeuwpoppen zoeken. Wat zijn mijn objectives? Witness a ghost events or cleanse the area. Dat kunnen we wel even doen. De ghost die zit hier toch nog. Hij is net weer met iets bezig. Voor mij een deur of iets gooien. Komt u maar, ghost. Heb ik je Ja, ik heb je. Mensen, ik snap er helemaal niks meer van. Ik word letterlijk gek. Waarom zijn het altijd events waarbij je dingen moet zoeken en zo? Want als er één ding is waar ik niet zo goed in ben, is het zoeken. Oh, de ghost zit hier wel aan de deur. Nou, dat maakt ook eigenlijk echt niks uit. Oh my... Zit deze kerel hier? Letterlijk, kijk, ik had de deur de hele tijd zo. Dus dan zie je dit niet. Dan is dit gewoon niet zichtbaar. En ik deed de deur... Ik wilde de deur nu eigenlijk dicht doen, maar toen hoorde ik die... Ah, gast, wat is dit? Kijk, nu wil ik jouw trickshot ook. Wacht, let op. Ik ga helemaal hier staan. Kan je dat? Ik zou dit kunnen? Nee, oké, dat kan duidelijk niet. Oh. Huh? Oh! Hé, dat is mijn ghost event. Dat is goed. Ik wil jou... Kan je niet gewoon... Nee, dan gaat hij echt kapot. Oh, oh, wat gebeurt er? Hé, wat gebeurt er? Oh my... Het is een kerstman! Sneeuwpop! Ik bedoel... Kak, ik weet niet waar ik kan verstoppen. Dit is zo fout. Ik wist niet dat er een hunt zou komen. Oh, voor mij is voorbij. Hij is voorbij. Ik wist ook... Ik heb helemaal niet gekeken waar hiding spots zitten. Want ik had helemaal niet verwacht dat ik dat nodig zou hebben, zeg maar. Oh, doe even een dit aan. Oh, maar heb ik dan nu voor elke hunt die er komen gaat, die sneeuwpop nu als ghost? Want dat zou ik leuk vinden. Want dat was letterlijk het ding wat ik zei bij de Halloween challenge. Is, toen had hij zo'n pompoen op zijn hoofd, dat had hij dit jaar niet. Nou, we hebben één gehaald dan. Kijk, 36 van de 36. Mensen, pas dus op. Er komt een hunt. Gewoon instant. En ik denk dat het misschien wel afhangt van welke difficulty je speelt. Want ik deed nu professional. Misschien dat op amateur je iets meer tijd voordat de hunt begint of zo. Het zou wel logisch zijn, want ja, anders is het misschien wel wat lastiger. Nou, ik ga nu gewoon weg, want ik weet toch welke ghost het is. Ik heb de challenge gehaald. Dat was mijn hele doel voor vandaag. Ik moet nog heel vaak deze challenge gaan doen, oké? Ik moet nog meer dingen gaan zoeken. Ik haat zoeken. Phasmophobia, kom in een andere challenge, want dit is niet voor mij weggelegd. Gewoon niet. Ik heb wel een objective. Ja, de shade. Ja, dit krijg ik nu bij elke ghost die ik dan voor de eerste keer heb na de achievement update. Vond deze video leuk? Vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te doen. Abonneer mijn kanaal hier beneden en klik hier voor een andere Phasmophobia video. Die wil je zeker niet missen. Joejoe!